Deelnemers, start vrij. We gaan op voor de eerste van 8 vanavond op de baan van Alkmaar, dames en heren. En de eerste is de Bienvenue Hippodrome Alkmaarprijs over 1720 meter. De paarden stellen zich op achter de vleugels van de startauto. Geschrapt paard nummer 8, Fleur Europort. En één ding is duidelijk, Ronnie Kooijman zet hem op de vleugel vandaag, Flying Ultimate. Eens kijken wat er dan voor het paard te halen valt. Start aan de overzijde van de baan, halverwege ongeveer. Daar staat collega Beemsterboer met de rode vlag. En dan bij het passeren van de finish nog 2 volledige rondes. Nog 50 meter. Grote favoriet van de benen. Fernando Merlo springt voor de start. En de start is gevallen. En Fernando Merlo kijkt tegen een schier onmogelijke achterstand aan. En hij weet ook de juiste gangen niet te vinden. Ook Drogba Apache springt. En kijk aan, Ron Kooijman. Hij heeft de leiding genomen met Flying Ultimate. En haal hem daar dan nog maar eens weg. Uitgeschakeld nummer 4. Nummer 4 galop. Brengt het veld op weg naar de rechterlijn voor de tribune en wordt gevolgd door Empoleon BR. En aan de buitenzijde Chiara Staro. Aan de binnenzijde is daar nog altijd goed geplaatst paard nummer 1 España Freo. En achter España Freo is de aansluiting voor Dr. Newport. 2 rondes te gaan met Flying Ultimate aan de kop van het veld. Op de tweede plaats daarachter dan Empoleon BR. Aan de buitenzijde Chiara Staro. Een paardje dat vandaag ook goed van start is gegaan. En op die manier 1 keer eerder wist te winnen hier op Alkmaar. Daarachter dan de laatste 2 voor wat betreft de aansluiting. Dat zijn España Freo. Maar die krijgt aan de buitenzijde zo langzamerhand Dr. Newport geheel na zich. John Westenbrink, hij is nog wel in de strijd. Maar doet verwoede poging om nog wat dichterbij te komen. Maar dat zou toch wel een prestatie van formaat zijn als dat nog zou lukken. Ligt er een lengte of 30 achter. Paarden gaan op weg naar de rechterlijn voor de tribune. We zien daar een galop. Paarden voor Chiara Staro. Dat reduceert het veld kanshebbers tot 4. En we zien daar ook nog een galoppade in het achterveld voor España Freo. En dat betekent dat Westenbrink dan toch wel betaald wordt. Want hij ligt inmiddels op de 4e plaats. En gaat zelfs nog proberen aan te sluiten bij de... Uitgeschakeld nummer 1. 1 galop. De leiding in handen is van Flying Ultimate. Flying Ultimate echter gaat de aanval krijgen van Empoleon Bear. Een paard zoals gezegd dat veel meer kan dan dat de verrichtingen doen vermoeden. Maar een galoppade is altijd iets wat gevaarlijk op de loer ligt. En we gaan eens even kijken of hij vandaag de hoofd bij het werk kan houden. De zoon van Love You uit de snelle Utalki. Deelnemers zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En het is nog altijd die Flying Ultimate die aanval van paard nummer 2 Empoleon BR weet te pareren. Jesse Terborg als een sluipmoordenaar in de wachtkamer achter zijn Dr. Newport. Een paard met een droomafstamming, maar toch een laadbloeier. En onder de hoede van Jesse Terborg inmiddels wel al winnaar. Deze 3 paarden met voorsprong en Empoleon BR aan de buitenzijde. Die neemt nu de leiding over van Flying Ultimate. Daarachter komt zo langzamerhand naar voren die nummer 7, Dr. Newport. Maar de laatste rechte lijn van Alkmaar, die is niet zo lang. En dat is in het voordeel in dit geval van Jan Thijs. Want hij zinkt het uit met zijn nummer 2, Empoleon BR. Eindelijk de verdiende overwinning voor dit paard. De 2, de 7. De 5 en op afstand ook close, de 3 of de 1, 1-3.